Hey lieve mensen, God zegen, een gezegende woensdag. Vandaag in onze Bijbelstudie willen we over iets hebben wat er gaande is wereldwijd. We gaan het hebben eigenlijk over racisme, discriminatie. Iets wat veel op het nieuws is de afgelopen periode. Er zitten heel veel mensen momenteel met pijn, met verdriet, gebroken. Iedereen die video heeft gezien, voelt die pijn, voelt die boosheid, dat er zoiets kan gebeuren in deze wereld. En we weten dat het heel vaak gebeurt, we weten dat het al langer gebeurt. En vaak zeggen we van, hey, we zijn niet racistisch, maar we blijven vaak ook wel stil. En in zulke momenten, zulke tijden is het ook moeilijk, want vaak weet je ook niet wat je moet zeggen, je weet niet hoe je daarin moet handelen, wat je allemaal kan vertellen. En mensen die pijn hebben, die een gevoel hebben of misschien net een andere kleur heeft, die voelt zich, kan ook heel makkelijk beledigd voelen, kan iemand heel makkelijk ook beschuldigen, verwoorden, terwijl iemand heel iets anders heeft gemeend. En uiteindelijk gaan mensen niet echt een gesprek aan, maar we leven in een tijd waar iedereen over alles een opmerking heeft, over alles iets wil zeggen, over alles denkt iets te kunnen zeggen. En het blijft een gevoelige thema, maar wat het ook wel is, is dat het iets is wat moet stoppen in deze wereld. Racisme past niet bij een wereld gemaakt door God. Het is sowieso iets wat is gekomen door de macht van de zonde. Er zijn heel veel dingen in deze wereld die gaande is, dat niet past bij het plan van God, bij het project van God. Maar het is daar, want de zonde is binnengekomen in de wereld. En wat is onze positie als kerk? Wat is onze houding als kerk in momenten als deze, als kinderen van God? Wij moeten het woord van God blijven verkondigen, blijven verklaren, want Jezus Christus staat voor gelijkheid. Jezus Christus staat voor iedereen want hij heeft iedereen die hij heeft gemaakt, heeft hij gemaakt als de evenbeeld. De Bijbel zegt dat de mens is gemaakt naar het evenbeeld van God. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt, welke huidskleur je hebt. Iedereen is gemaakt naar het evenbeeld van God. En wij weten en wij geloven dat iedereen uit Adam en Eva is gekomen. En we zijn broers en zussen in die zin van elkaar. Dus we leven in tijden waar mensen dit heel makkelijk kunnen vergeten. Dit heel makkelijk opzij kunnen leggen. En het is verkeerd om dat te doen. Maar dit zijn dingen die al vroeger gebeurden. En misschien ook in die zin met huisdier, maar ook in de tijden van de Bijbel. Misschien met huisdier, maar ook qua als het ging om uiterlijk en dingen die mensen gingen dragen. Er zullen altijd mensen zijn die onderscheid zullen maken bij mensen. En al een vooroordeel zal hebben over iemand. En het is pijnlijk voor degene die dit moeten ervaren. Die hier door zoiets moet gaan. Of je komt als een allochtoon in een ander land om daar te wonen. En misschien word je bevooroordeeld in iets. En je voelt je zo dat er onrecht is gedaan. Of misschien juist omdat je misschien donker bent van huidskleur. En je mensen zien je anders. Mensen kijken anders. Mensen hebben misschien al een vermoeden of een denkbeeld over jou. Zonder dat je een woord hebt gesproken. En ik kan me voorstellen hoe pijnlijk dat is. Het zijn dingen die we meemaken. Zijn dingen die mensen kunnen op verschillende niveaus kunnen meemaken in hun leven. En dus het is heel gevoelig. En Jacobus heeft het ook hierover. En Jacobus zegt in hoofdstuk 2 van Jacobus en vers 1. En hij zegt, broeders en zusters. En kijk dit, hij zegt, het geloof in Jezus Christus, onze glorieke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Klaar, statement. Jacobus is duidelijk. Hij zegt van, het geloof in Jezus Christus. Dus in andere woorden, een kind van God. Iemand die Jezus heeft. Het is onmogelijk dat zo iemand mensen gaat beoordelen op basis van hun uiterlijk. Klaar, punt, uit. Je kan dat niet doen. Je kan dat niet doen als kind van God. Je kan het niet doen als mens. Maar de wereld, wat de wereld nu nodig heeft, is misschien niet eens een politieke verandering of een wet. Want er bestaat al een wet tegen discriminatie.
Wat de wereld nodig heeft, is de kracht van de Heilige Geest. Want het is alleen de Heilige Geest die harten kan veranderen. En wat is het mooi dat allerlei mensen daarover een oproep doen en protesteren. Zodat mensen bewuster worden van hun houding, van wie ze zijn. En dat ze daarover gaan nadenken. En dat mensen elkaar gewoon gaan behandelen met de respect die een ieder verdient. Want wij zijn allemaal, wij komen allemaal uit Adam en Eva. En we zijn allemaal gemaakt uit het evenbeeld van God. Ik weet nog toen Samuel, in het boek van Samuel, toen Samuel op zoek ging naar de koning. Naar de nieuwe koning die hij moest salven onder de zonen van Jesse. Samuel ging daar en Samuel, Jesse of Isaïe, hangt vanaf welke taal je zegt, ja. En Samuel ging daar en Samuel dacht en begon, ja, hij dacht dat hij dacht dat God de mens zou kiezen of de zoon zou kiezen van Isaïe op basis van wat Samuel zag met zijn ogen, op basis van het uiterlijk. En God is duidelijk met Samuel hierover in 1 Samuel 16 vers 7. God zegt tegen Samuel, ik kijk niet, hij zegt, kijk niet naar de hoogte, kijk niet naar de uiterlijk, want God kijkt niet naar de uiterlijk, God kijkt naar het hart. En dat is de God die we dienen, een God die naar het hart kijkt. Het gaat niet erom om hoe je uitziet, het gaat om hoe je hart, de staat van je hart. En wat is het jammer? Wat is het jammer dat mensen niet de tijd nemen om elkaars harten te onderzoeken. Om met elkaar te praten, elkaar te delen, om een dialoog aan te gaan. Maar mensen al heel snel een vooroordeel hebben. Wat is het jammer dat dit gebeurt in deze tijd. En het is onze taak als christen, als kerk, om te blijven bidden. En de liefde te blijven tonen overal waar wij komen. En dat wij zullen blijven uitdragen wat Jezus zei. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is onze taak. Heb je naaste lief. Jezus ging zelfs verder en hij zei tegen de discipelen. Heb elkaar lief zoals ik jou heb lief gehad. Zo moet je elkander lief hebben. Dat is onze taak om te blijven lief hebben. En elkaar aan te steken. En aanstekelijk zijn in liefde. Overal waar we komen, de liefde van Jezus blijven tonen. Mensen blijven vullen met zijn liefde. Dat is de taak van de kerk. Ik bid dat God levens gaat veranderen door deze periode. Dat degenen die racisten zijn, dat ze dit gaan inzien en tot één keer zullen komen en liefde gaan tonen. Want ook zij hebben dit nodig. Zij hebben deze verandering nodig in hun harten. Dat ze met liefde mensen gaan zien en mensen gaan behandelen. En degenen die zich bevooroordeeld voelen, degene die ze in pijn zijn, want er zijn heel veel mensen in pijn, dat ze genezing mogen vinden en weten dat ze er mogen zijn, want ze zijn evenveel belangrijk en dat beseffen voor hunzelf dat ze door God zijn gemaakt, het evenbeeld van God en dat ze niet bang moeten zijn, niet moeten vrezen, want er is een God die rechtvaardig is en die onrecht haat. God haat onrecht en dus het is onze taak als kinderen van God, om deze liefde te blijven tonen. En ik wil op dit moment bidden, samen met jou, dat God met zijn vrede mag komen, vooral in alle harten die op dit moment pijn ervaren, die verdrietig zijn. En dat God hen mag belichten met zijn kracht, met zijn liefde. Want het is een liefde die de wereld ons niet kan geven. Jezus zei, ik geef je mijn vrede. En het is een vrede die de wereld niet heeft. En dat is de vrede die wij kunnen ervaren alleen maar in Jezus Christus. De wereld heeft meer van God nodig. En wie kan meer van God aan de wereld geven? De kerk. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk. Vader, ik bid in de naam van Jezus. Heer, dat u harten geneest. Vader, mensen vrijzet in deze moeilijke tijden. Vader, in alles wat er gaande is in de wereld. Heer, dat u met rust komt in harten van mensen. Heer, dat ze mogen weten dat er geen Griek of geen Jood is, geen slaaf of vrije man of vrouw. In Christus Jezus zijn we één. Heer, ik bid en ik dank u, Heer, want u doet dit, Vader. U alleen kan verandering brengen. Heer, dat uw kerk, het koninkrijk, het cultuur van het koninkrijk gaat brengen in de wereld. Vader, dat wij maar één cultuur zullen hebben. Heer, het is de cultuur van uw koninkrijk. Dank u, Heere Jezus, want u raakt elk hart, u raakt elk persoon in Jezus Christus' naam.
Amen. Hey, wees gezegende woensdag verder en laten we nee blijven zeggen tegen racisme.